Iljan, ik hoor dat er allemaal mensen wegvluchten bij de deur van de kleedkamer in de rust, in de rust bij jullie. Ja, ik was volgens mij een van de eerste. Nou ja, het was gewoon zo, heel veel jongens hadden ontzettend last van diarree. En met de nodige geuren erbij. Dus ik heb twee spelers gehad die bijna de hele rust op de wc hebben gezeten. Dan was er eentje af, dan ging de andere weer naar de wc. Nou ja, ondertussen was het ook bijna niet met de haarden in die kleedkamer. Ze zullen geen oog en oren hebben gehad voor jouw aanwijzing in de rust. Nee, ik heb alleen maar gezegd, iedereen gaat dan. Dan moet je sterk zijn, want ik heb er 5, 6 die echt niet meer konden. Ja, ik kan niet wisselen. Dan ga je ook geen keuze maken. Dan ga je allemaal maar vol aan de bak. En ik ben die kleedkamer uitgegaan. Is de dokter nu hard bezig met maagtabletten en zo? Nou, we gaan natuurlijk wel even kijken waar het vandaan komt. Je moet de oorzaak uitzoeken. En inderdaad, er zullen nu de nodige tabletten en gebruikers zijn. Want ja, we moeten ook nog een lange terugreis in de bus. Dus ik hoop dat dat allemaal goed gaat. Zit er een wc in die bus? Ja, daar hoop ik van wel. Maar ik hoop met name ook een luchtverfrisser. Want ja, het was echt niet te hard. Ja, het was echt gewoon bizar. Dankjewel. Oké.